iedereen wordt opgeroepen om die livestreams weg te gooien of weg te doen. Wat weten jullie nou over internet en filmpjes? Hier in groep 8 hebben ze het vandaag uitgebreid over wat er is gebeurd. Veel kinderen zijn ervan geschrokken. Ik vond Bilal Wahib echt een goede acteur. En dan dat hij dat deed bij die jongen, toen dacht ik, ja, wat doet hij nou? Zulke dingen hoor je eigenlijk niet te vragen. Ook al ben je is een 12-jarige tegen 12-jarige. Zulke dingen hoor je eigenlijk gewoon helemaal niet te vragen. En ook niet als er 3000 mensen live meekijken. Ik kende hun ook heel goed gewoon van YouTube en zo en van zijn rap. En dan dacht ik, had dit echt niet verwacht dat ze dit zo doen met een kind. Ja, de kinderen vinden het niet kunnen wat er is gebeurd in de livestream. Maar ze kunnen zich wel voorstellen dat de jongen uiteindelijk toch zijn piemel heeft laten zien. Hij sprak met een van zijn grootste idolen. En dat je dan niet echt goed nadenkt over wat je gaat doen. En dat Bilal hem geld had beloofd. En zoveel geld, 17.000 euro, snap ik wel dat hij dat heeft gedaan. Ik denk dat hij het zelf ook niet zag aankomen. Maar toen hij het zag, dan denk ik van ja, oké, ik ben bekend. Ik vind hem echt heel erg bekend, dan zou ik het wel doen. Het delen van naaktfilmpjes en foto's is iets wat veel vaker gebeurt bij kinderen en jongeren. Hi, lekker. Jij bent al lekker aan het viben. Stichting Kikit geeft les op scholen over wat je online wel en beter niet kunt doen. Als iemand nou een naaktfoto maakt en dan dat die op het internet komt, wie schuld is het dan? Zij zien dat veel kinderen en jongeren hiermee te maken krijgen. Het gebeurt zowel bij jongens als bij meisjes bijvoorbeeld. Op je PlayStation 4 of 5 dat je ineens een berichtje van iemand krijgt van goh, stuur eens een naaktfoto van jezelf. En heel veel jongeren lachen er dan wel, of kinderen lachen er wel om. Maar eigenlijk is het een hele kwalijke zaak dat iemand überhaupt al zoiets aan je vraagt. Het is daarom belangrijk dat kinderen leren hoe ze hierop moeten reageren. Denk heel goed na voor je een foto stuurt, maar denk nog beter na voor je een foto doorstuurt. En dat zijn ze hier in deze klas ook niet van plan. Als je zoiets zou horen, dan zou ik gelijk reporteren, blokkeren en weggaan en tegen je ouders vertellen. En dan zou ik het gelijk weer verwijderen van mijn foto's. En zou ik tegen doorgestuurd zeggen dat hij ook moest verwijderen. De kinderen vinden dat Bilal hier ook niet zomaar mee weg mag komen. Dat eigenlijk Bilal wel voor de rechter moet eigenlijk, want hij heeft naaktheid gedeeld op het internet. Ik heb gezegd dat hij 17.000 euro zou geven. Dat is echt heel veel geld. En ik denk ook dat hij wel geld moet geven aan die jongen. Omdat ja, wat hij heeft gezegd is niet goed.